Wat zijn voor je betekent, zou je die recht krijgen om je naam te overspelen? Je hebt nog een Engels, je hebt nog niet zelf gespeeld. Die twee deel zijn vrouwen die weet. Gewoon dat voor jongens spelen, ik zie je nog een geest jonkje, maar voor jongens spelen is er altijd die vlinders, je zingt erachter voor de oorblik. Dus is er in ieder geval nog steeds een die vielmalige wereld is van voorspelers nog, zingt erachter voor de oorblik? Ja, precies. Voor mij sal het sal my ongelooflik een groot voorrecht eer wees. Soos ek net ook gesê het, ek dink dis elke klein seentjie se droom om een dag teen die Oorblik te speel in 'n Springbok trui en vir my sal dit niks minder as dit wees. Dit sal soos ek sê voorreg en 'n eer wees. Ek dink my vlinders en my maag sal nooit weg gaan voor 'n rugby wedstryd nie. Ek dink die dag dit weg gaan as ek klaar. Daai sodra daai excitement opbou dan dink ek as vir die verkeerde rede hier so kan nie vir die ander manne praat nie, maar vlinders bly maar my maag. Het er heel goed gevaar in Australië, beteken dat die Springbok kan gemakkelijk in die twee is net een toets gaan wel eens gaan? Ek dink dit is, ek dink ons kan met baie confidence uit die toer uit terugkom, maar dit is die hele ander perd wat ons hierdie naweek op sal, so ek dink dit is elke toets vir homself. Ek dink dit gaan bietjie ander planne vat, maar ek dink verseker ons kan met kan ek sê die momentum wat ons gebou het, kan ons bevoor is gegaan. Ek is nie deeglik bewus van wat jy ondervinding is van jou Sevens manne super happy nie meer in Suid-Afrika is nie, maar hoe bereid mens voor vir span in die scrums? As jy nie werklik om voor jou teenoor op te gaan om basis te speel? Ek dink is moeilik, ek dink ek is ons is bevoorreg om ons oefen elke week teen ek persoonlik oefen elke week teen in die beste paskop in die wêreld. So hoe kan ek sê vir my om in so toets in te gaan en jy weet jy die werk in die week ingesit, dan voel mense gaan mense redelik met selfvertroue in dit in. So ek dink dis maar al ons sit maak seker ons sit genoeg werk in die week in om seker te maak ons is reg op die naam. Any further questions for Jesse and Gerard?